In deze video ga ik jullie alles vertellen over de verzorging van de graaslelie. De graaslelie is een plant die van oorsprong uit Afrika komt, uit het tropisch regenwoud. Het is een plant waar wel meer dan 50 soorten van zijn. Over het algemeen herken je hem eigenlijk aan de wat smallere bladeren met de witte randen. En wat ook heel kenmerkend is voor deze plant, en dat is bij deze plant wel heel extreem. Dat is de stekjes die eraan groeien. De stekjes, en hier kun je dat goed zien. Ik heb hem er nu zelfs gelijk af. Die eraan groeien, die gaan ook allemaal worteltjes maken. En normaal in de natuur wortelen die dan weer op de aarde. En dan groeit er weer een nieuwe plant. Dus hij woekert lekker. Ik zal maar vier neerleggen. Normaal gesproken, als je deze plant zou kopen, dan moet je eigenlijk dit hele gedeelte er dus van, een beetje van afdenken. Hier en daar een paar stekjes is heel normaal. Dat zul je bijna altijd hebben. Je mag ze ook wegknippen, maar ik vond het eigenlijk wel leuk hier om in de video te laten zien hoeveel stek dat er wel niet aan zo'n plant kan komen. Hier kun je het allemaal, ja het is gewoon, het houdt niet op zeg maar. Als je een plantje weg wil geven, dan kun je dat gerust doen zeg maar. Dus misschien zitten er wel honderd stekken aan als er niet meer zijn. Wat is nou belangrijk? Dus in algemene zin wordt deze plant gebruikt als hangplant. Kun je hier ook nog zien, de hangen zitten nog aan. En het liefste staat de plant gewoon op een lichte plek, maar absoluut niet in de volle zon. Een plekje met wat lichte schaduw is ook prima. Sommige mensen zetten hem op de hoek van de kast, anderen hangen hem achter een raam. Sommigen zetten hem op een tafel. Kan ook leuk zijn als dat er dan zo mooi overheen groeit. En alles waar je te veel vindt, knip je gewoon lekker weg. En daar hou je gewoon die mooie frisse plant over. Wat moet je verder weten? Belangrijk is natuurlijk water geven. Um, hou de grond gewoon licht vochtig. Geef hem één keer in de week water. In de winter eens per twee weken. Over het algemeen kom je er dan aardig uit. Mocht je het nou lastig vinden om te bepalen, moet ik nou wel water geven of kan ik beter nog een paar dagen wachten? Dan raad ik je aan om een vochtmeter te gebruiken. En met zo'n vochtmeter, die prik je eenvoudig in de aarde. En vervolgens kun je direct aflezen op het display hoe vochtig de grond is. Nou, licht vochtig, dus dat houdt in dat je hem eigenlijk in het groene gebied wil hebben in de midden. Als je hem daar een beetje in houdt, dan gaat het helemaal goed komen. Wat verder belangrijk is, dat is natuurlijk ook een stukje voeding. En plantenvoeding geef je alleen in het voorjaar en in de zomer. De rest van het jaar geef je niks. Dan is de plant over het algemeen in rust en dan neemt hij die, die voeding ook niet op en kan het zelfs schadelijk zijn. Je hebt daarbij de keuze uit een vloeibare voeding. Je kunt ook kiezen voor korrels. En eigenlijk een vaste voeding is dat. Die is er ook nog in verschillende varianten, in die je kunt kegeltjes of stikjes. Er zijn verschillende, ja, verschillende oplossingen voor. Belangrijkste is dat je in ieder geval goed leest op de verpakking hoeveel je mag geven. En dat je nooit meer geeft dan voorgeschreven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus als je dat in de gaten houdt, dan komt dat helemaal goed. Nou, verder vindt hij het ook wel fijn als je een keer langskomt met de plantspuit. Hij houdt van hoge luchtvochtigheid dus zeker in de winter dan uh, de verwarming staat thuis aan dan pak je even het plantspuitje en dan één keer in de week of misschien twee keer in de week liefst een beetje water erin doen wat op kamertemperatuur is en het liefst ook kalkarm dus als je gekookt water hebt is dat uh, heeft dat de voorkeur eigenlijk boven leidingwater en dan spre je gewoon een klein beetje erop en het voordeel is ook bijna hoe hoger de luchtvochtigheid is des te minder Last je hebt van bruine punten. En voorkomen kun je het niet, want je ziet het hier ook, het zijn echt hele kleine topjes. Maar als je hem een beetje die luchtvochtigheid in de gaten houdt, is de kans het kleinste. En dan hou je ook je blad het mooiste. Je kunt hem zo, als je hem koopt, gewoon in één keer ophangen. Je kunt ook zeggen, nou ja, weet je, ik heb liever een, een pot waar ik hem in hang. Dat vind ik wat mooier, wat sierlijker. En dan koop je een, een mooie hangpot en dan gaat die daarin. Als je hem op een tafel zet, dan koop je gewoon een standaard plantenbak of een sierpot. En dan zet je hem daarin. Nou, die plant die wordt steeds een beetje groter. Dus je kunt hem direct naar aankoop. Maar je kunt ook zeggen, nou ik wacht even een jaar of twee jaar en zet ik hem daarna over. Nou, dan pot je hem over. Dan kun je gewoon een universele uh, potgrond gebruiken. Van een standaard potgrond. Uh, je kunt ook zeggen, nou, ik heb liever een substraat. Het voordeel van een substraat is dat het beter vocht kan absorberen. Dus geef je een beetje te veel water. Dan zuigt het het op als een spons. En dan laat het daarna ook weer los als de plant uh, water nodig heeft. Daarnaast is het ook wat luchtiger qua samenstelling. Dus de wortels die krijgen ook meer zuurstof. En dat bevordert wel de groei van de plant. Dus hou daar rekening mee. Uh, Potgrond is uiteraard wat voordeliger. Uh, substraat is wat duurder. Dus die afweging moet je voor jezelf maken. Het kan ook met potgrond, dus hè, voel je je niet verplicht. Um, ja, verder. Uh, nou ja, het snoeien hebben we eigenlijk al gezegd: hè? alles wat te veel is, halen te lekker af. En uh, vind je het leuk om er één of twee stekjes af te halen? Dan laat je gewoon één twee stengeltjes zitten en die gebruik je voor de stek en de rest gaat eraf. Verder af en toe een geel blaadje, daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon een stukje verloop. Dus die kun je er ook gewoon afhalen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken als je deze plant koopt. Nou, zoals jullie zien, dit is echt een hele volle. Normaal gesproken is die ietsje kleiner van vorm, ietsje minder uh, stek. En dan koop je hem zo in de winkel als een uh, mooie hangplant of in een potje. Nou, mocht je alles gewoon eens rustig willen nalezen, of uh, sta je misschien wel op het punt om zo'n mooie graslelie te gaan kopen, en ben je benieuwd wat er allemaal mogelijk is, dan raad ik je aan om onder de video te kijken. Daar vind je alle linkjes en dan kun je alles op gemak nalezen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken.